Wil je starten als stagiair bij SBB, maar denk je, een accountancykantoor, dat is toch vaak een stijve bedoeling? Dan heb je het helemaal mis. Dit is hoe het er in het echt aan toe gaat. Bij SBB ben je vanaf dag 1 lid van een team en dat voel je meteen, zelfs nog voor je bent gestart. Hoor, de kantoordirecteur belt al om je te verwelkomen en te vertellen wat je mag verwachten op je eerste werkdag. Tof, hè? Op dag 1 maak je kennis met het hele team en met je meter of peter. Dat is jouw personal coach en motivator, bij wie je al je vragen kwijt kan. Maar ook de andere collega's zijn erg toegankelijk en behulpzaam. Je zal zien, je voelt hier meteen thuis. Een kille bedrijfscultuur, no way. Op kantoor gaat het er los en familiair aan toe. Er is zelfs tijd voor een korte babbel over het weekend, je hobby's en wat je ook maar bezighoudt. En door het open landschapskantoor is er veel connectie tussen de verschillende teams. Geef toe, dat is toch leuk werken zo. Lunchen doen wij altijd samen, soms ook buitenshuis. En ja, ook de stagiairs die mogen mee. Een drankje na het werk, daar zeggen wij geen nee tegen. Een strakke hiërarchie, nee, dat kennen wij ook niet. De deur van de kantoordirecteur staat altijd open. Heb je een vraag of een probleem, dan loop je gewoon even binnen. Oh ja, voor ik het vergeet, neem alvast je agenda, want als je hier aan de slag gaat, valt er zoveel te beleven en dat wil je toch niet missen. Een stagiair of niet, iedereen is welkom. Een teambuilding of een SBB-challenge zijn meteen de ideale manier om de collega's van de andere kantoren te leren kennen. Trouwens, wij zoeken nog een vierde man of vrouw om samen mee te gaan padellen. Dus, waar wacht je nog op? Tot snel!